slaapplekjes. Ik wil zo erg slapen. Maar je kan al weg? Nee, ik weet absoluut niet waar de kamer is. Ik verdwaal hier altijd. Ik ben al 14 jaar, maar ik verdwaal. Ja, dat herken ik. Die kant op? Ja. Ja. Een stukje verder? Ja. Ik heb altijd gehuiverd voor de daad van het beginnen. Ja. Voor het eerste woord, de eerste aanraking. De onrust wanneer zich de eerste zin moet vormen en na het eerste de tweede. De onrust en de opwinding. Alsof je de wade wegtrekt waaronder een lichaam rust, slapend of dood. Er is ook het verlangen of de wensdroom, de pen om te smeden tot een ploegschaar. En een pas beschreven vel weer blank te ploegen, dwars op de regels, voor na voor. Dan zou ik terugblikken op een spierwitte akker, op de restanten die het ploegijzer naar boven heeft gewoeld, door roeste emmers, stukken prikkeldraad, botsplinters, bedspijlen, een blindganger, een trouwring. Ja. Oh, ik kom net uit de kou. Ja. Hoe gaat het? Ik hoor dat je een prachtige tekst hebt op dit. Ja, dat hoor ik ook. Ja. Ja. Iedereen. Ja, het gaat goed, goed genoeg. Ja, ik ben een beetje laat. Leuk om je te zien. Ja, ja, ja. Nee. Ik kom in april ook nog. Oké, leuk. Er komt een Wolf-vertaling uit en dus dan dat ik wellicht ook. En dan kom ik weer bij jou logeren. Oh, wat fijn. Heel goed. Dan krijg je de sleutel of de lekkere sleutel bij de buren. Het verwondert me altijd dat, als ik het achteraf bezie, het boek slimmer is dan ikzelf. En dat hoort ook zo, vind ik. Ik heb altijd wantrouwen voor mensen die, ook als een boek net uit is, dan worden ze geïnterviewd en dan zitten ze breedvoerig en intellectueel te oreren over wat ze net hebben gepleegd. En ik heb altijd het gevoel dat ik mijn eigen romans pas begin te begrijpen na een maand of drie. Dat ik ook zie van hoe die compositie in elkaar zit en dat er blijkbaar toch van alles met me meedenkt, zonder dat ik me daarvan bewust ben. Dames en heren, tot u spreekt, met zalvende stem mag ik wel zeggen, de zielenherder Erwin Mortier. Beste Louis, ik heb u al lang een brief willen schrijven, nu de oorlog voorbij is. Maar ik heb me er altijd van weerhouden, waarom, ik weet niet waarom. Een mens kent zichzelf niet. Ik zwoeg nooit op mijn zinnen. En al wat ik schrijf komt er in grote hulpen uit. En dat gaat dan vaak in perioden van een dag of drie, vier. En dan voel ik dat, dat die concentratie verzwakt. En dat ik zelf ook moe ben. Want het is ook fysiek, het is iets heel fysieks. En dan doe ik even andere dingen. Dan schrijf ik brieven of... Ik hou mijn kippengezelschap en dan voel ik dat dat weer volstroomt, dat reservoir. En dan ben ik opnieuw klaar. Mijn goede slaap, naarmate dat boek meer en meer ging bijten. Er zijn dagen geweest dat ik er 17 bladzijden uitgooide per dag. Die zijn bijna onveranderd in mijn boek gekomen. Wel, ik heb morgen geen plannen behalve dat we om 4 uur naar Eindhoven vertrekken. Morgen ben ik erbij. Oké, schat. We gaan naar de bar, want daar is de drank. Hallo, ja, man. Wat wil jij liever? Een kava, schat. Maar jij hebt geen tijd voor werken. Ik wil... Nee, helemaal niet. Ik wil graag een Belgisch bier, een duvel of zo. Wat drinken we? De vertelging van al onze vijanden. Wat? De vertelging van al onze vijanden. Yeah! Als het zo goed gaat, dan kom je in een soort helderheid, in een soort roes. Ja, ja, dat is het ogenblik waarop je weet, al wat ik technisch kan, alles wat ik aan technisch kunnen heb opgestapeld, aan vakmanschap, aan métier, ja, dat plotseling krijg je vleugels en kun je dat overstijgen. Dan komt er nog een dimensie bij en dat is voor mij het echte schrijven. Dan, dat is ook het puurste geluk. Echt puur geluk is het. Ik knap er helemaal van op, het is helemaal niet goed. Dierbare vorstin.